weer een Action Show blog voor jullie. En dit heeft te maken met kerst. Maar jullie moeten niet denken van, heb je kerstinkoop gedaan met Action? Maar ik heb voor mijn ouders en mijn zusje heb ik al wat duurdere cadeautjes gekocht. Ik heb bijvoorbeeld voor mijn ouders een eetbon bij een restaurant. En voor mijn zusje de Sims 3. Dus weet je, dan vind ik het wel leuk om gewoon tijdens kerstavond en dus morgen, eerste kerstdag, met het gourmet eten gewoon wat kleine cadeautjes nog te geven. Daarna doen we de grotere cadeautjes. En ja, weet je, dan vind ik het wel leuk om gewoon wat kleinere cadeautjes te kopen met een iets kleiner prijsje. Maar ja, daar is Action, Blokker en Xenos zijn daar natuurlijk de goede winkels voor. Dus heb ik daar ook nog even wat leuke spulletjes gekocht. Dus die wil ik aan jullie laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Veel kijkplezier. Nou, ik heb weer een hele tas vol met leuke spulletjes. Ik heb ongeveer voor 15 euro best wel veel spulletjes kunnen kopen bij de Action. Dus dat is leuk. En ik heb hier ook de bonnen, dus ik kan jullie gewoon de prijzen ook vertellen. Dus dat ga ik dan ook zeker doen natuurlijk. Nou ja, ik zal hem eerst maar gewoon even de spulletjes laten zien die ik voor mezelf nog had gekocht. Dit is zeg maar zo'n setje die je ook van de stripers en de magnetische nagellakjes hebt van de Action. Maar deze zijn dan de stempelsetjes. Hetzelfde als we die van Connet eigenlijk kennen. Gewoon, het ziet er best wel simpel uit. Maar ja, wat verwacht je van de Action? Er zit zo'n schraper dingetje in. Een nail plate. Zo'n, ja, zo'n plaatje met afbeeldingen erop. Een nagellakje en een stempelding om het op je nagels te stempelen. En ik heb degene met de randjes. Daar kun je zeg maar French manicure-achtig iets mee maken. Op je nagels moet je dat dan stempelen. En nou ja, die zijn er met bolletjesprint, met scheepsprint, met pantenprint en met ruitjes. Dus, en nog twee patroontjes. Dus dat is wel leuk. En dit setje kost 1 euro, dus dat is gewoon geen geld. Ik heb hem al getest. En op zich, hij is wel fijn, maar hij pakt niet echt heel goed de stempel. Of de stempel pakt niet heel goed de nagellak op. Maar ja, voor 1 euro dacht ik bij mezelf, nou ja, ik moet er niet te veel van verwachten. Dan heb ik ook voor mezelf deze tas gekocht bij de Action. Ik zag deze in de folder staan en nou ja, ze waren in allerlei kleurtjes. Het zwart stond er dan niet in. Maar ik zag deze tas en ik denk van, oh, ik wil even kijken hoe dit eruit ziet bij de Action. En zoals je ziet, het is gewoon een hele mooie tas. Hij zou zo van de H&M of iets kunnen komen. Er zitten twee mini vakjes aan de zijkant. En de ruimte binnenin is ook groot. Hier zit nog een vakje. Dus dit is gewoon echt een hele fijne tas. Ik heb hem nu al een week in gebruik voor school en zo. Ja, we hebben nu vakantie. Maar ik heb hem voor school in gebruik gehad. En hij is gewoon heel fijn. Hij kost 9,99. Ik weet niet zeker of hij nog te verkrijgen is bij de Action. Bij mijn Action was hij nog wel. Alleen niet meer in het zwart. Hij was alleen nog in het rood, in het aqua groen en in het blauw. Maar je kan natuurlijk kijken of je die tas ook bij jouw Action in de buurt kan vinden. En ik kan je zeggen, hij is gewoon heel fijn. En hij ziet er gewoon uit als een goede tas. Dus weet je, dat is gewoon goed. Bij de Xenos kocht ik candy canes. Ik ga vanmiddag kerstcupcakes maken. En ik wil deze dingen door midden knippen en dan in de... Of knippen. Breken. En dan in de cupcakes stoppen. Deze komen van de Xenos. En die kosten 2 euro. En ja, het zijn gewoon candy canes. Met kersensmaak. Nee, met... pepermuntachtig iets. En ik wil ze ook maken, want ik wil ze opeten. Maar dat gaat nu niet, want ik krijg ze niet open. Help. Nou, iets minder leuk. Gewoon watjes. Ook bij de Action van Bella, Cotton. Ja, ik vind het gewoon fijne watjes. Je kan goed je make-up ermee afhalen. En deze kostte iets van 60 cent. Maar dat was niet erg belangrijk. Dan komen we nu bij de spulletjes van mijn ouders. Nou, voor mijn zusje had ik dus Sims 3. Ik heb Sims 3 basis, Sims 3 seizoenen en Sims 3... buitengewoon of zo. Ja, dat. Dan ga ik nu naar de cadeautjes voor mijn ouders. Gewoon wat bijcadeautjes. Dus jullie moeten er gewoon niet te veel van verwachten. Ik zag dit ding voor mijn moeder. Een voetrasp. Ja, dit is gewoon om het eelt en alles mee te verwijderen. En er zit dan zo'n bakje bij. En dit is dan zo'n rasp. En hier nog van die pads. Die liggen niet heel erg bijzonder. Maar ik vond het wel gewoon grappig om erbij te geven. Want mijn moeder heeft best last van eelt. Kijken. Deze was 98 cent. Nou, het was geen rol. Dan heb ik voor mijn moeder een Sexplosion Woman Eau de Parfum. 100 ml is deze. Ik laat hem natuurlijk gewoon in de verpakking zitten. Maar zo ziet het flesje eruit. En ja, ik vond deze zo lekker ruiken. Gewoon Action geurtjes ruiken gewoon echt lekker. En nou ja, mijn moeder gebruikt ze dan niet voor in het weekend, maar gewoon door de week zeg maar. En daar is ze gewoon blij mee. En dat wist ik gewoon en daarom heb ik deze voor haar gekocht. En dat geurtje was 1,69, dus dat is ook gewoon niet duur.
Dan heb ik voor mijn moeder zo'n dienbladje gekocht. Hier wil ik trouwens alles opzetten en dan zo in een soort, ja, zo helemaal inpakken. Dat het zo'n puntige vorm krijgt. Dat je echt zo'n cadeaupakketje. Maar dit is gewoon zo'n wit dienblaadje. En hier kan je gewoon allerlei dingen opzetten. Ik wil dan zo dat luchtje zo er neerzetten. En die andere dingetjes nog opzetten. Maar dit dienblaadje vond ik ook wel gewoon schattig daarvoor. En ja, hier kan je later kan je ook nog allerlei dingen opzetten. Theeglazen of gewoon kaars of iets. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Dan heb ik daarbij gekocht een glas, een paars glas. Ja, dit is gewoon een beetje voor iets anders in te stoppen. Maar ja, ik vond deze wel gewoon grappig. En wij hebben een paarse inrichting in ons huis. Dus als je dat dan zo neerzet, dat ziet er gelijk alweer leuk uit. Maar hier heb ik dan een bloemetje ingekocht. Ja, dit is natuurlijk gewoon een nepbloem. Maar kijk hoe schattig effect dit geeft. Dit is toch leuk? Nou, dan zet je die parfumflesje hier neer. En even kijken. Ik heb dan nog zeepjes voor haar gekocht. Dus die leg ik er dan ook zo in. En ik heb nog glitterhartjes. En die strooi ik er dan zo naast. Nou, en dan dus dat geurtje. En die voetschapen die pakken we wel apart in natuurlijk. Maar dan heb je gewoon een leuk setje die je dan kan geven. En het gaat gewoon om het idee. En niet echt van, oh wat goedkoop. Want ik heb natuurlijk die andere cadeautje al. Maar het gaat gewoon om het idee. En dat vind ik gewoon leuk. Kijk, de bloem was 80 cent. Het glaasje was 50 cent. De zeepjes waren 1,20 euro. En nou, dit geurtje dan 1,69 euro. En het dienblad 3 euro. Dus gewoon allemaal hele kleine prijsjes. Maar ja, wel gewoon leuk. En mijn moeder houdt altijd wel van dat soort kleine dingen. Dan heb ik voor mijn vader heb ik een iTunes giftcard. Ter waarde van 25 euro. Dus dat vind ik ook wel een aardig cadeau. En ik heb dan nog een luchtje erbij gekocht voor hem. Ook van de Action. Maar deze ruikt zo lekker. Serieus. Ik vind mannengeurtje echt lekker ruiken. Ik weet niet. Zo ziet hij eruit. Het is gewoon een ja, soort houtachtig idee krijg je ervan. En hij ziet er gewoon mooi uit. Dus die vond ik ook gewoon leuk om erbij te geven dan. Dat geurtje kostte ook iets van 1,70 of 2,10 euro. Ik weet niet meer precies. Dan heb ik nog een dingetje voor mijn vader erbij. Een touchscreen cleaner voor je iPhone. Mijn vader heeft een iPhone. En nou, dit zijn twee doekjes om je scherm mee te cleanen. Ook gewoon leuk om erbij te geven. En ook omdat ik die iTunes giftcard heb, leek het me wel gewoon grappig. Oh ja, deze had ik nog voor mezelf gekocht. Mini veldjes van de Action ook. Een setje van 5 nagelveldjes. En ja, nagelveilen zijn gewoon heel fijn. Voor school, voor in je tas, voor in de auto. Als je ineens een haak aan je nagel hebt. En ja, het zijn gewoon van die kleine veldjes. Ik heb ze met roze panter zebra print. Zebra print volgens mij. En ja, deze waren 99 cent. En als laatste nog iets voor cupcakes. Want ik ga vanmiddag cupcakes maken. En dit is een decoratieset. En je hebt hier mesjes, shapers, knollen, bubbeltjes, pijlen. Dus nou, eigenlijk alles waar je cupcakes mee kan maken. En ja, zo ziet het eruit. Gewoon zo'n ja, gewoon staafjes waar je dus mee kan decoreren. Dus dat waren mijn Action aankopen. Op zich wel genoeg voor een leuk shoplogje, dacht ik zelf. En ja, ik ben gewoon benieuwd wat mijn ouders ervan vinden. Ik realiseer me net wel dat ik nog inpakpapier moet halen om alles mee in te pakken. Want ja, ik ga natuurlijk niet zo losgeven. Dus ik moet even inpakpapier halen, maar dat doe ik dan vanmiddag nog wel even. En ja, dat waren mijn aankoopjes. Nou, ik heb dus, zoals ik zei, grotere cadeautjes. Ik ga echt niet dit alleen voor kerst geven, want dat, nee, dat zou gewoon zielig zijn. Maar ik heb dus nou, een Ebon en voor mijn zusje die computerspellen. Dus weet je, daar zal ze wel heel blij mee zijn. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik vond het gewoon leuk om even te laten zien. En ja, ik kreeg ook veel mails van, ja, Char, kan je weer een shoplogje opnemen? Maakt niet uit van wat. Nou, dan doe ik dat. Bedankt voor het kijken. Ik wens jullie alvast een hele mooie kerst. Fijne kerstdagen. En ik zie jullie vast nog wel voor het nieuwe jaar. En anders ook een spetterend 2013. Maar dat komt wel goed, denk ik. Bedankt voor het kijken.